hier bij SWC 08, de Scheveningse voetbalcombinatie uit 2008. In 2008 opgericht als een fusieclub bestaande uit het vroegere JAK en het SV 35. De locatie waar JAK vroeger voetbalde, daar komt in de toekomst de nieuwe Amerikaanse ambassade. En daar moest een compensatie voor komen en toen zijn we fusiebesprekingen begonnen en daar is uiteindelijk dit mooie complex uit voortgekomen en de fusie is tot stand gekomen tussen JAK en het vroegere SW 35. En nou ja, zoals je ziet, het is een prachtig complex geworden. We hebben twee kunstgrasvelden gekregen waardoor we ook bij minder weer kunnen voetballen, spelen, trainen. Dus dat is wel heel erg positief. We hebben een vrouwenteam, we hebben jonge meisjes, we hebben ukkies en we hebben uiteraard natuurlijk ook de senioren. Alle junioren van A tot F. En het eerste van ons speelt goed op dit moment ook. Die kunnen eventueel promoveren ook nog naar een hogere klasse. Dat zou dan naar de eerste klasse zijn, dus dat is allemaal spannend. En ja, daar zijn we met z'n allen eigenlijk wel heel erg mee bezig. Om te hopen dat de boys op een hoger niveau kunnen gaan voetballen. Toch wel belangrijk voor de club ook. En ook voor de aanwas van nieuwe spelers. Omdat je toch merkt dat mensen wel willen voetballen. Maar ze vinden het toch ook wel leuk als de vereniging waar je voetbalt op een bepaald niveau speelt. Dat merk je wel. Door de fusie hebben we nu zo rond de 850 leden. Ja, dat zijn er behoorlijk wat. Wat dat ook met zich meebrengt is dat je een behoorlijk korps aan vrijwilligers moet hebben om alles hier draaiende te houden. He, want nou ja, de scheidsrechters zijn vrijwilligers over het algemeen, behalve in de hogere teams dan natuurlijk. De mensen die het schoonmaken, de mensen die de kleedkamer schoonmaken, maar ook je commissies waarin technische zaken worden geregeld. Je moet voor je vrijwilligers een commissie hebben omdat met zoveel vrijwilligers, het zijn er nu op dit moment zo rond 150, heb je toch ook wel weer wat, wat extra aandacht nodig voor je vrijwilligers. Mensen moeten wat beter begeleid worden. En je hebt een activiteitencommissie nodig. We hebben een kantinecommissie en ga zo maar door. Met deze manier gaat het perfect. Gaat goed. Heel goed. Ja, wat doen jullie allemaal? Patat en van alles. Met karamel. Patat, broodjes. Broodje, boven, warm vlees, alles. Broodjes, frikandel. We zijn de dames van Dames 1 van SVC 08. En vandaag hebben we toevallig gewonnen, 2-0. We zijn een hele leuke club, een heel leuk team. We doen veel leuke dingen samen. En we zijn nog op zoek naar dames die ons komen versterken. Dus mocht je interesse hebben en zin hebben, neem even een kijkje op onze website. En dan kan je je aanmelden en dan kom je een keer een proeftraining meetrainen. De trainingen zijn op maandag en donderdag van 7:30 tot 9:00. Normen en waarden. Ja, we hebben hoog in het vaandel staan hier. We dragen dat binnen het complex, maar ook rond het veld dragen we dat uit. Aan ieder die hier op ons sportpark is. En dat wil zeggen niet alleen de jeugdleden, niet alleen de senioren, maar met name ook de ouders, mensen op de tribune. Gedraag je gewoon een beetje, zorg dat je lekker plezier hebt en houd gezellig onder elkaar. Het is toch een beetje het credo wat we hier hebben met elkaar. En als je wedstrijd wint is hartstikke leuk. Als je verliest gaat de wereld morgen gewoon door. En nogmaals, we zijn best wel ambitieus, maar voorop staat gewoon dat je met elkaar door deze deur kan. Het sportpark van SVC nog, dat je er een mooie seizoen van maakt met elkaar en uitziet naar het nieuwe seizoen en dat onze gasten zich hier ook als gasten thuis voelen en dat wij hier ons, en of het nou voor een jeugdteam is of voor onze eerste helft al, ook als een gast hier gedragen. Dat is hetgeen wat we proberen uit te dragen. Ja, waarom sponsoring kijk en omdat je hard met de vereniging bent. Je hebt natuurlijk wel bedrijven die sponsoren een vereniging en daar komen dan vruchten uit. Ik heb echt mijn vrucht uit deze vereniging dat ik hier ik zeg niet op handen gedragen wordt, maar ik voel me hier thuis en de hele familie Groen voelt zich thuis. Er lopen nu al 3 generaties rond hier zo. Ik zelf natuurlijk, mijn zoon, mijn kleinzoon en mijn oudste kleinzoon is hier ook bijna elke zaterdag. Ook bij deze vereniging proberen wij met het fantastische initiatief van Karst en Klein om verenigingen te betrekken als buurthuis van de toekomst. We zitten hier tegen Wassenaar aan, is wel wat afgelegen, maar we doen er alles aan, ook met Karin Bakker, om proberen bij de gemeente de buurthuis van de toekomst te realiseren. Een van de aspecten daarvan is dat wij een aanbod hebben gehad om
autistische jongens hier te laten voetballen. En dat we een soort G-afdeling zouden kunnen willen oprichten. We zijn ook hard op zoek naar buschauffeurs of oud-touringcar chauffeurs. Die door de week de kindertjes van school willen halen hier in de Haagse Hout. Om ze hier naar onze accommodatie te brengen waar wij de naschoolse opvang faciliteren. Omdat vervoer is en blijft een probleem. De hele kinderopvang staat onder druk, financieel gezien. Dus ze willen eigenlijk het vervoer zoals het nu geregeld is, dat is hun te duur. En wij willen eigenlijk net als Scheveningen een eigen supportersbus. Dus wij zijn eigenlijk naar een modus aan het zoeken om dat te kunnen combineren. Dus mensen die door de week de kinderen van school halen en ze hier naar SVC brengen. En op zaterdag naar chauffeurs, mannen, vrouwen, maakt het allemaal niet uit, die als ons eerste elftal uitspeelt. Om hun naar de locatie te brengen samen met de supporters die mee willen.